4, 3, 2, 1, 0. We hebben zojuist de launch gedaan van de informatiecampagne over het vaccineren. We willen heel graag dat Surinamers beseffen dat het ongelooflijk belangrijk is dat ze gevaccineerd worden. Je moet je aankleden. Nu. Vaccinatie is onze belangrijkste troef in de strijd tegen COVID-19. Om gewoon met vrienden je verjaardag te kunnen vieren. Je ouders of je grootouders zonder angst te bezoeken en een brasa te geven. Want ja, ze behoren tot de kwetsbare populatie. Lekker buiten de stad te gaan of te genieten van een soela, zoals directeur Medicijn en ik hebben gedaan in het weekend. Om Pagwa te vieren op het onafhankelijkheidsplein, dit jaar nog niet. Of in de binnenstad van Paramaribo op Oruyari uit je dak te gaan. Ik weet niet hoeveel mensen hier zijn dit COVID-virus gehad hebben. Maar Miki Seng. En ik weet wat die 2 weken betekenen. Voordat ik COVID-virus vrij verklaard werd op 3 februari nog erbij op mijn jaardag. Je haalt die parameters, ja. 97, 98 op die oximeter. Voldoende zuurstof. Hartslag is goed. Bloeddruk is goed. En dat wordt een paar dagen, een paar keer per dag gemeten door je arts. Maar ik voel die oorlog die gevoerd wordt in je lichaam. Tegen alle organen van je wordt er oorlog gevoerd. Weet je hoe lang ik bezig ben om gewicht te verliezen? Langer dan 5 jaar. En de wetenschappelijke informatie was er. Zorg dat je weerstand sterk is. Dus wat je doet? Wel, als je het thuis zag. Groente, fruit. Van overal kwam. Van Nikeri, van Coroni. Dus 4 maal daags. Flink. Ik was geïsoleerd. Dus de buiten werd op tafel voor jou gezet. Flink gegeten. Flink. Die weerstand opbouwen. Denkende. Migado na COVID. Na COVID mensen. Ondanks zware maaltijden. Gezonde maaltijd. 4,5 kilo afgevallen. Weet je wat het betekent? Wat dit met jou doet. Dus toen ik hoorde. Vaccin door. Bel de minister, wanneer volg ik? Minister zei, jij bent al op een natuurlijke wijze gevaccineerd, dus you know, kiesie. Dus ik wacht nog steeds, minister, artsen, wanneer gaat de beurt komen? Maar nu is de beurt aan het volk. De campagne wordt uitgevoerd door de backlot. Door niet alleen gebruik te maken van traditionele media, maar ook van de nieuwe media willen we u als samenleving bereiken. Want ja, soms lijkt het alsof Facebook onze nieuwe persagentschap is. We hebben ook gehoord dat er misinformatie is. We hebben ook gezien dat er veel ruis is. Men twijfelt. Men twijfelt veel en men is bezorgd. Van wat is de juiste dressie? Lanti ogi uno a juiste spoiti, gisang, zeide. We horen en begrijpen dus als u de vraag stelt, waarom moet ik me laten vaccineren? Of is het vaccin wel veilig? Waarom kiest Suriname niet voor Pfizer, maar waarom voor AstraZeneca? Waarom niet voor Moderna? Vandaag starten wij vanuit de overheid officieel met het beantwoorden van deze vragen. Een belangrijke bron van informatie is een website gekoppeld aan de campagne Libi Lange. We willen vragen door een druk op deze knop de website online te zetten. En vanaf dat moment kan iedereen gebruik maken van de website om te weten waar je kan vaccineren, waarom jij je zou moeten vaccineren, welke groep nu aan de beurt is om te gevaccineerd te worden. President, op dit moment zijn er al 1296 mensen gevaccineerd en 5000 mensen hebben nu zich geregistreerd en zullen horen hoe of wat wanneer ze zich mogen aanmelden. Ik hoor bij die 5000, want u heeft gehoord, morgen mag ik. Ik ben 60 plus. Het belangrijkste onderdeel in deze campagne is dat we niet alleen gaan
motiveren om te gaan vaccineren. We gaan ook informeren. Want wat we hebben gezien in dit onderdeel is dat heel veel mensen vragen hebben. Simpele vragen die je op de website kan vinden, maar ook persoonlijke vragen die je zou willen stellen. Dus we gaan in heel veel in communicatie samen met de bevolking van Suriname. We gaan programma's opzetten waar experts komen, waar je vragen kunt stellen. Phone-in programma's. We gaan zorgen dat mensen kunnen meekijken. We gaan debatteren. We gaan discussiëren over het hoe, waar en waarom. We gaan een interactieve campagne voeren waarin we je vragen als jij gevaccineerd bent, maak een foto. Laat zien waarom en vertel waarom je het hebt gedaan. Ja, een prik doet pijn, ja, maar niet zodanig zoals vroeger. En we kijken, we volgen de wetenschappelijke informatie. Minister, deskundig team, geeft u die wetenschappelijke informatie ook aan de samenleving. Want landen die een voorsprong hebben op het vaccinatieprogramma, en dat is zeker een voorsprong van 2 à 3 maanden, die laten wel zien dat in de ziekenhuizen er minder mensen opgenomen worden. Vooral oudere personen. Dus het werk, Iwoko. En van Iwoko de omtikking. Helaas, mag ik het nog niet, maar artsen, I'm waiting for the call. Ik volg de adviezen, maar ik als president ben ready anytime. Wanneer die artsen dat gaan zeggen, om gevaccineerd te worden. Omdat ik geloof. Omdat ik geloof heb in wetenschap. Ik heb ook geloof in de schepper. En ik ga ervan uit dat ook de schepper tot nog toe aan die wetenschapper zoals ons geloof. Dat ook zegt dat de schepper de mens kennis geeft om goede vaccins te ontwikkelen. And today we have a new weapon to fight the pandemic. The COVID-19 vaccine. We must realize vaccinations have saved billions of lives over the past years. Ik wil gezonde Surinamers hebben om het land op te bouwen. En hier is de kans dat er vaccinatie beschikbaar is. Laat u vaccineren. Libilanga en lever daardoor een bijdrage. Libilanga en geef daardoor liefde aan je omgeving. Aan je gezin, aan je dierbaren, aan je collega's, aan je vrienden. Libilanga, om te zorgen dat wij als Suriname een prachtig land kunnen worden met uw bijdrage. Nadat u heeft zich laten vaccineren en zekerheid heeft dat jullie libilanga.